Hoi, leuk dat je er weer bent voor de volgende video over Komoot. Ik ben Gabri van Zanten en vandaag ga ik je laten zien hoe je een meerdaagse route in Komoot kunt plannen en de punten waar je even heel goed op moet letten wanneer je dit doet. Ik ben Gabri van Zanten en op mijn blog fortheloveofgravel.com heb ik een heel aantal gravelroutes in Zuid-Limburg gepubliceerd. Mijn favoriete tool voor het plannen van routes is Komoot. En via deze video's wil ik jullie laten zien welke tips en trucs dat ik gebruik bij het plannen van routes. Op Komoot heb ik ook een aantal collecties gepresenteerd. En al mijn gravelroutes in Zuid-Limburg is eigenlijk de meest bekeken collectie die ik heb. Hier zie je een heel aantal routes die door Zuid-Limburg lopen en ideale gravelroutes zijn. Vandaag ga ik jullie dus laten zien hoe je een meerdaagse route in Komoot plant en een paar zaken om rekening mee te houden. In de helpfuncties en supportdocumentatie van Komoot heb ik eigenlijk niet goed kunnen vinden wat nou exact een meerdaagse route maakt. Maar met een beetje trial and error ben ik tot de conclusie gekomen dat een meerdaagse route een route is die langer dan 6 uur duurt. Je ziet hier dit voorbeeld. Ik heb hem genoemd Switch meerdaagse route. En je ziet dat deze route op dit moment 5 uur 59 lang is en 90 kilometer. Ik heb gestoeid met route korter en langer maken en eigenlijk de kilometers maken niet zoveel uit. Maar het blijkt dat als je de tijd aanpast, dat het wel verschil maakt. En het omslagpunt ligt eigenlijk bij 6 uur. Je ziet deze route is op dit moment 5 uur 59 lang. En als ik deze route een heel klein beetje aanpas, ik trek de lijn heel klein stukje door. Je ziet hem nu springen naar 6 uur 1 minuut. Ik sla hem op. En je ziet dat ik nu een nieuwe optie krijg. Dagelijks reisschema plannen. Dit is dus afhankelijk van de duur van de tour. Heb jij nou jouw conditieniveau aangepast van atletisch naar bijvoorbeeld pro, waardoor dat hij weer onder de 6 uur valt, dan zie je dat hij nu niet meer de optie meerdaagse route plannen geeft. Het is dus echt tijdgebonden. Het plannen van een meerdaagse route in Komoot is relatief simpel. Op het moment dat jouw route ook gezien wordt door Komoot als een route over meer dagen, kun je naar het dagelijks reisschema gaan om te plannen. Komoot vraagt jou nu om een inschatting te maken hoeveel dagen dat je hierover zou willen doen. Ik pak in dit geval eens even 4 dagen. En ik klik op volgende. Komoot heeft mijn route nu opgedeeld in een aantal dagen, waarbij niet altijd elke dag even lang is. Ik wil graag een accommodatie plannen aan het einde van dag 1, dus ik klik hier op dag 1. De route wordt nu blauw weergegeven waar dag 1 loopt. En ik zie hier tegen het einde dat we eindigen in Coevorden. Nou wil ik niet in de grote binnenstad liggen en ik vraag Komoot om hier nu een accommodatie voor mij aan te duiden. Wanneer je klikt op de accommodaties tab, krijg je van jouw view telkens te zien waar campings, pensions of hotels te vinden zijn. Ik zie hier bijvoorbeeld een leuke camping of dit pension. En dit pension neem ik nu als mijn overnachting voor vandaag. Belangrijk is om even op te letten dat hier een aantal waypoints weergegeven is. Die waypoints die vergeet Komoot op het moment dat ik nu klik op hier overnachten. Je ziet namelijk, hij past de route aan zodat hij hier eindigt netjes op mijn overnachtingsplek. Maar dit hele stuk, daarvan zul je zien op de tweede dag dat hij dat helemaal kwijt is. Ik klik hier op dag 2. En als ik nu ga kijken hoe dag 2 gepland is, dan zie je dat dit hele stuk waar de route eerst liep weg is. Hier laat ik even schematisch zien wat Komoot doet op het moment dat je het endpoint van een meerdaagse route verplaatst. Stel ik heb hier de zwarte W, dat zijn mijn normale waypoints van dag 1. De groene, dat zijn de waypoints van dag 2. En dag 1 en 2 worden gecombineerd doordat het einde van dag 1 tevens het beginpunt van dag 2 is. Wanneer je nu een overnachting plant die eerder ligt dan het echte endpoint van dag 1, dan gedraagt Komoot zich op de volgende manier. Ik plan mijn accommodatie hier bijvoorbeeld 3 waypoints voor het einde van dag 1. Dan zal Komoot dag 1 de route afmaken en stoppen bij die accommodatie.
Maar dag 2, dan wordt alle tussenliggende endpoints van de eerste dag, die vervallen dan. Zoals dit nu in Komoot functioneert, is het niet echt een handige manier om een meerdaagse route te plannen. Zeker omdat jouw eindpunt, wat jij inschat voor een dag, zelden samen zal vallen met wat Komoot inschat. Wanneer jij kiest voor 4 dagen of 8 dagen of ik weet niet hoe lang. Die punten zullen zelden met elkaar overlappen. De kans dat je daardoor waypoints van de originele route gaat overslaan, die is zeer groot. Een veel mooiere optie zou eigenlijk zijn wanneer dat ik hier onderin, waar ik nu normaal mijn hoogteprofiel zie, wanneer ik daar markers zou kunnen zetten van dag 1, dag 2. En dan kan ik inzoomen handmatig en zelf nog even die marker preciezer plaatsen en dan dat extra accommodatiepunt toevoegen. Een manier waarop je dat ongeveer hetzelfde kunt doen, is door niet gebruik te maken van meerdaagse planner, maar door zelf een aantal kopieën te maken van de route gelijk aan het aantal dagen dat je gaat rijden. Voordat je kopieën gaat maken, is het belangrijk dat de originele route helemaal af is. Je hebt dus gecontroleerd bij de tips of dit allemaal iets is wat je accepteert. Hier staat bijvoorbeeld een segment over onbekend terrein. Dan is het verstandig dat je dit vooraf gecheckt hebt en eventuele aanpassingen nog gedaan hebt. Als jouw route helemaal klaar is, dan ben je klaar om op te delen in dagen. Het maken van de kopieën doe je niet via Tour bewerken, maar altijd via route opnieuw plannen, in Planner openen, vervolgens direct de Tour opslaan. En ik geef hem bijvoorbeeld hier dag 1. Let wel, dit is nog steeds de volledige route. Ik klik weer in Planner openen. Ik sla weer de Tour op. Dag 2. En nadat ik dag 4 heb opgeslagen, heb ik hier een overzicht van al die 4 dagen. Ze zijn dus allemaal nog een kopie van de originele route. En nu ga ik eigenlijk de aanpassingen maken. Ik ga dag 1 open ik. Nu ga ik naar Tour bewerken. Ik maak voor mezelf een inschatting waar ik de eerste dag wil eindigen. Ik neem als voorbeeld weer bij Coevorden in de buurt. Door met mijn muis hier over de route te gaan, zie ik onder in beeld in het hoogteprofiel waar ik ongeveer ben. En ik kies er nu voor dat ik hier ongeveer mijn dag wil afsluiten. Wat ik nu doe onder in het hoogteprofiel, ik klik en sleep naar links om tot de start van de route te selecteren. Voor de zekerheid controleer ik nog even het begin of dit samen ligt. En eventueel zou ik op deze manier aanpassingen kunnen doen. Maar dit ziet er goed uit. En nu heb ik hier rechts de optie Tour bijsnijden. En je ziet nu dat de route bijgeknipt wordt en dat al het andere weggevallen is. Nu heb ik dus alles van dag 1 in deze route zitten. Deze methode is ook niet de ideale methode, want wanneer ik nu een accommodatie toevoeg en ik laat deze in de route opnemen, bijvoorbeeld hier, aan de route toevoegen, dan zie je dat er wel een stukje anders gepland wordt. Het eindstuk blijft hetzelfde. Het nadeel is nu dat jouw route weliswaar trouw blijft aan de originele route, maar je hebt eigenlijk na je overnachting nog een heel klein stukje van dag 1 te rijden, voordat je naar dag 2 kunt gaan. Want er is geen koppeling meer tussen dag 1 en dag 2. Niet ideaal, maar ik denk zelf wel een fijne oplossing om te voorkomen dat je hele mooie stukken uit je route overslaat, zonder dat je het weet. Tot zover deze tip voor het plannen van meerdaagse routes in Komoot. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Ik hoor het graag in de comments. En ik wens je heel veel fietsplezier. Tot ziens!